Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSP van Amor. En vandaag gaan we kapot met deze Volkswagen Golf. Die tegenwoordig op meerdere plekken in Nederland ook rondrijdt. En deze is gemaakt door Daniel van Team MCH Modding. Onder andere heb ik hem van hem gekregen. Je kunt hem geloof ik krijgen op zijn Discord. Ik heb hem ook in mijn inbox ontvangen van Serkan. Echter heb ik dus nu even besloten om deze te pakken. Puur omdat ik deze eerder had gekregen. Maar dat maakt niks uit, want ze zien er beide gewoon heel erg nice uit. Dus shout-out naar beide boys. Het is officieel een wijkagentwagen geloof ik, maar ik ga er vandaag geen wijkagent in draaien, puur omdat... Mijn game crasht. Nee, dat is niet. Puur omdat... ja, je kunt niet echt als wijkagent in GTA denken. In LSPD valt denk ik zo. Tenzij jullie daar heel anders over denken, maar ja, ik denk het niet. Nou, dus het is een Golf 7 serie, en nee, ik weet eigenlijk echt niet. Het interieurtje is helemaal niks mis mee. Daar ligt het, of hangt het Honok ding. Een schermpje. Blauw heb je. Zo. Meer dan dit is het ook niet, ook wel blauw. Stop en oranje heb je. Oranje sandal aan. En een... Oh, we gaan achteruit. Oh, we gaan achter. Ja, kapot. Nee, dus dat zit eigenlijk niet echt heel spannend met dat dingetje. Onder andere op de site van Heumels ook te krijgen als je een voorkeur hebt qua model. We gaan de mod even opnieuw opstarten en ik zie jullie zo meteen weer als de mod is opgestart en we de noodhulpdienst verder gaan starten. Zo, we zijn er weer terwijl de mod langzaam is aan het inspannen. Gaan wij ondertussen alvast de straat op. Kijken wat de dienst ons gaat brengen. Dit voertuig werd nog gezocht door mijn collega's nadat hij er vandoor is gegaan tijdens een achtervolging. En die hebben we inmiddels aangetroffen. En ook dit voertuig heeft gewoon een stopteken en alles en is dus bevoegd om te achtervolgen. Ja jongen, 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 wat een klote auto is dit, hé. En de snelweg op, dat is niet zo goed. Zij achtervolging voertuig die waarschijnlijk iemand van de collega's zocht. Backup required on San Andreas Avenue. We copy you. On standby. Deze Golf is best wel grappig. In het echt misschien niet, maar dat ligt aan mijn handling. Ja, dat had veel zin. Dat was ook nuttig. Ik denk dat we hem kwijt zijn. Ik zag hem al in de verte heel ver. Hij moet nu al deze brug af zijn aan het rijden. Hij is al buiten ons zicht. En hij is achtervolging staken. Want hij kan hier naar rechts zijn gegaan. Waarschijnlijk is hij rechtdoor gegaan. Rijd nog even door mocht hij ergens gecrashed zijn. Maar we hebben hem al een tijdje niet meer in het oog gehad.
denk ook zo dat we die niet meer gaan treffen. Mocht mijn collega's, of mochten mijn collega's hem ooit weer eens treffen, dan nieuwe ronde, nieuwe kansen. We've got a motor vehicle on, Toch eens kijken welke meldingen dat zijn, want ik denk dat een bepaalde plugin steeds zorgt voor die crashes. Dus wederom ga ik hem even opnieuw opstarten en ben ik zo weer terug. Units respond code 3. In ieder geval verstoren van de openbare orde wordt ingeschat als een prio 1. We zijn al ter plaatse om op heterdaad te betrappen, zet ik geen sirenes aan. Hier is het. Goedemiddag meneer. Ik hoor rare geluiden van achter. Ik denk dat ze explosies of dat soort dingen. Wil jij even, of Wim vraagt, heb je dat al bekeken? Nee, ik was te bang, daarom heb ik de politie gebeld. Oké, ik ga wel even kijken. Rustig aan, agent, ja sowieso. Wat was dat? Yes. Zo. Fuck is dit dan? Hey, what the fuck doe jij dan? Ja. Bro. Auw. We are code 4. No further units required. Wow. Spacend. Dat is die vent. En die is ook weg. The fuck is hier gebeurd dan? Oké, dus ja. Vaakste melding ooit. Komt zo'n gast die spot. Ja, wat maar jullie hebben het gezien. Wie ben jij? Ja, de lul, dat ben je sowieso, vriend. Slingeren en geen helm. Waarom zet ik steeds oranje aan? Ik zit steeds in de war met die knoppen. Stop daar, precies daar, niet verder rijden. Stoppen. Dank u. Ja, zet er niet een helm op. Goedemiddag meneer. Hi. Voor mij allereerst een rijbewijs. Dank u wel. Rijden dat ik aan de kant zet. Nou, denk u al te weten, waar was de helm? Ja, ik was aan het genieten van het heerlijke weer, agent. Ja, dat is geen reden om geen helm te dragen. Wim krijgt de indruk dat hij drugs heeft gebruikt. Er staat namelijk een beeld. Hij slingert ook, dus ik ga zo even laten blazen en dan wel een zwikseltest afnemen. Om zeker te weten dat hier geen rijden onder invloed, oftewel artikel 8 van toepassing is. Hij heeft wel wat gedronken, niet te veel. Drugs test die test positief op cannabis, dat betekent dat hij mag afstappen en bij deze is aangehouden voor het rijden onder invloed. En dan blijf je dus ook staan. Maar op dit moment niet verder rijden en je gaat mee naar het bureau. Oké, ik ga nog even hier dingen bij heeft die niet bij mag hebben, want dat is natuurlijk wel belangrijk voordat iemand een cel in gaat of achter in een politieauto gaat. Oké, ja, nou. En dan gaan we de transport in vragen. Assistance required in Marietta Heights. Kan die hier? Kan die hier staan? Weet ik eigenlijk niet. Is een parkeerplaats?
Normaal rijden ze die wel even naar het naar politiebureau, denk ik. Maar goed, daar hebben we nu geen tijd voor. Dat wil ik ga doen, ik ga een taak waarop ik vragen. Hoi collega. Hij is voor jou, rijden in een bloed, artikel 8. En wat hadden we nog? Geen helm draaien, maar dat is geen straf of feit waar je iemand voor aanhoudt. Doei. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. A civilian requiring assistance. Stoppen. Kappen beide. Auw. Stoppen heren. Moet stoppen. Zo. Stop! Police! Zo. Attention, this is dispatch. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Eentje bloed. Dat is nooit goed. Oké, okay, we hebben twee man die inmiddels FKO liggen. Ambulance, assistance required on Little Bighorn Avenue. Hallo. Yeah, tell me about it. Dankjewel. Come on, let's go, rapido, rapido. Rapido, rapido. Nu liggen er nog twee die niet helemaal meer in orde zijn. Ik kan geen uitspraken doen hoe het is ontstaan, maar ze hebben elkaar gestaakt. Dat kan ik alleen zeggen. Eentje leven. The city is crazy. Oké. Okay. Tweede wagen is niet meer nodig. Slachtoffer toch door deze heren hier nog wel not. This must gonna be tough. Oké, okay, beide leven weer. Ze worden naar het ziekenhuis gebracht en zullen daar verder worden vervolgd of verhoord. Ook een beetje voor de strafbare feiten die zijn gepleegd. Over strafbare feiten gesproken. Mijn game die is nu ook eens aan het doen waar ik niet zo'n fan van ben. En dat moet verboden worden. We rijden even een stukje. Attention all units. Kijken. Assault with a deadly weapon on Power Street. Game weer normaal gaat doen. Roger. En anders. We moeten weer even opnieuw opstarten. Dus rijden we langzaam even richting de melding van een persoon met een mes. Het spel lijkt weer een beetje terug te komen. Dit is een prio 1, we laten echt alles even uit. Hoi poeskat met jou. Schoten negeren, dat is namelijk... van de schietbaan. Heeft hij een mes? Nee, nu heeft hij wel een mes. We'll be right back.
Oké, dan denk ik dat wij geen persoon met mes gaan aantreffen. En dat gaan we natuurlijk wel vaker meemaken. En zeker als je in het echt bij de politie zit, dan ga je niet altijd een verdachte kunnen vinden. Ja, die kan weg zijn gerend, die kan zich heel goed verstoppen. Maar de ervaring leert toch wel bij LSPD valt dat iemand meestal in zo'n gele cirkel is of loopt. En als je er niet meer staat, soms staan ze gewoon super duidelijk op straat, ja, dan zal die zijn aan het lopen. En dan kan die alle kanten op zijn gegaan. Dus wat we dan gaan doen is de end indrukken. U kunt uw weg vervolgen. Het grote licht wel uitzetten. Er zijn geen eenheden meer nodig. En, onze weg vervolgen. Citizens report on Adams Apple Boulevard. I'm so ready for the weekend. I'm tired of selling dream house. En die rijdt hier zo. Een aparte manier om drugs te vervoeren, maar hij lijkt er altijd van door te gaan. Oeh, ineens gaat het hard. Ik spreek de politie. Stop uw voertuig onmiddellijk. Zuid volging van een lijkwagen. Die drugs. Assistance required on Movie Star Way. This is Bobcat 4, we're in route. Dispatch, we have the suspect in sight. Waarom kan hij niks, 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 staan blijven! Er zijn geen eenheden meer nodig. Geen verdere personen in het voertuig. Deze meneer met zijn telefoon heeft verloren en niet eens in de gaten wat er gebeurt. Ben aangehouden. Doe dan niet, Wim. You're under arrest, you piece of crap! Als ze eenmaal aanhouding, schade is nog te overzien. Daar viel een straatlantaarnpaal op Wim zijn hoofd. En hij is dood, denk ik. Nee. Hij doet het normaal, joh. Is dat zijn broer? Ja, dat is zijn broer, hè. Precies hetzelfde. Uitstappen. Pannenkoek. Wait up! Staan blijven, gek. Oké, okay. Ik ga naar vier en dan ga naar het bureau. Assistance required in Rockford Hill. Jij moet je werk vervolgen, ik heb jou niks gevraagd. Nou, wat ik jou ga vragen is een identiteitsbewijs. Ik ga hem keuren wil rijden op de stoep. Ja, zo streng is Wim vandaag wel, hè. We have an 11351 on Boulevard Del Perro. Oké, de keuring ga je krijgen. Nou, wij gaan naar de laatste melding. Being pulled over by a non-officer. Not the most important for undercover cops. Responding code 3. Oké, dus we krijgen een melding van iemand die zich voordoet als een agent, maar dit duidelijk niet is. Mogelijk vuurwapengevaarlijk. Dat staat er niet bij, maar... Ja, goed. Het kan dus wel eens het geval zijn. Ook hier weer wordt gezegd, rij prio 1. Maar om iemand niet al nu te laten zien dat wij eraan komen, rijden we nog even met vrijstelling. Naar rechts rijdt, ik zag het wel. Hier zo. We hebben een interaction menu. Hoi. Ik ben niet in dienst en de persoon voor me was heel erg aan het gevaarlijk aan het rijden. Wim zegt. Ja, wat onzin. Ja, prima dat je me gaat ontslaan. Wim moet toch ooit eens met pensioen gaan. Nou, wat gebeurt er? Ik wil hem wel zien. Hallo, ik wil hem zien. Oké, we beginnen met hetzelfde gesprek.
Hey, je mag even uitstappen. Wow. Want ik vind een heel raar verhaal, ik vertrouw niet helemaal. Dus we gaan even op het bureau uitzoeken. We gaan beneden aangaan. Omdraaien. Hij zegt van ja, ik ben met een geheime politiedienst waar ik verder geen uitspraken over kan doen tegen jou. Hij wil zijn baas niet bellen en hij wil niet zijn badge of wat dan ook laten zien. Ik ga nu even fouilleren, dit voertuig, het slaat ook helemaal nergens op, het zelf samengesteld ofzo, ik weet allemaal niet. Gekke Prius. Hij heeft een neppe kinderpolitie badge bij zich en een daadwerkelijk vuurwapen, dus je bent sowieso aangehouden voor. Ja, nee. Hij heeft dus een vergunning voor vuurwapens te dragen. In Amerika is dat wat makkelijker te overbruggen dan in Nederland. Maar hij heeft dus voor concealed weapons. En dat is voor verborgen. Assistance required on Boulevard Del Perro. Dus even op de stoep in. You're insane! You're the cover star of fucking sight! Zo. Goed, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke video, laat het even weten in de reacties. En dan een blauw duimpje achterlaten, waardeer ik sowieso ook. Mooie golf komt vast en zeker nog wel een keertje terug te krijgen op onder andere Remods, maar ook op de Team MCA Discord, waar deze precieze versie vandaan komt. Voor nu, bedankt jullie en zie ik graag weer de volgende. Tot dan, joejoe!